Wethouder Stadig zei onlangs dat de tijd misschien weer rijp was voor noodwoningen. De eerste noodwoningen zijn in Vogeldorp gebouwd op basis van de noodwoningwet. Hiermee wilde de gemeente iets doen aan de erbarmelijke woningnood onder de arbeiders. De woningen mochten volgens de wet maar 10 tot 15 jaar blijven staan. Maar nu, 84 jaar later, staan ze er nog. Woonstichting De Kei heeft Vogeldorp en Disteldorp onlangs geheel gerenoveerd en een aantal woningen zelfs voor de verkoop aangeboden. Het heeft heel lang geduurd, de discussie van afbraak of niet afbraak. Hè? Ja, inderdaad. En uiteindelijk is het dan gekozen om het te renoveren. En ja. U heeft dat gedaan. Ja, dat is eigenlijk. Is dat nou ingewikkeld? Dat is best behoorlijk ingewikkeld. Omdat de opdracht voor deze twee dorpen was dat we het op een hele bescheiden manier moesten renoveren voor de duur van 25 jaar. Want heel bijzonder aan deze woningen is dat ze een fundering hebben van een betonnen plaat. Ze zijn, zoals het heet, op staal gefundeerd. Die betonnen plaat ligt dus op een zandpakket van ongeveer een halve meter. En daarop zijn die woningen gebouwd. En die plaat zie je ook. Die steekt een halve meter buiten het huis uit. Dat was gelijk het zwakke punt, want daardoor kwam de kou als het ware via die plaat naar binnen. Wilde je dus een woning isoleren, dan moest je het helemaal doen. Rondom, 100%. Nou, dat was dus weer niet betaalbaar, zal ik maar zeggen. Dus werd er gezocht naar een andere manier om die woning comfortabel te maken. En dat is op deze manier gelukt. Dus met die cv en die mechanische ventilatie en het isolatieglas. Want dat is er wel in gekomen. En daar is een heel bijzonder ding aan toegevoegd. Elke woning heeft in zijn keuken een verklikraam. Dat wil zeggen, als je vochtigheid te groot zou zijn, te hoog zou zijn in de woning, dan zou er condens gaan optreden op dat verklikraam. En dat verklikt dan dat je niet goed ventileert op dat moment. Nou, hoe zit die woning in elkaar hier? Dit is een laagbouwwoning. Dus de woning bestaat maar uit één laagje. Dit waar je nu binnenkomt is de oorspronkelijke woonkamer. Die was dus zo groot. Achter mij, op de plaats waar nu ook de nieuwe keuken zit, was een hele smalle keuken. En meer naar links, waar de radiator staat, en de slaapkamer links. Dat waren twee kleine slaapkamertjes. Dit is dus een indeling die de bewoner zelf gekozen heeft. Dus die heeft van twee slaapkamertjes eigenlijk één gemaakt en een wat grotere keuken. En dan bevindt in de uitbouw de badkamer. De uitbouw was vroeger dus half steens. Daar is nu een wc en een douche in gemaakt met een wastafel. En die is zo teruggebouwd van houten delen aan de buitenkant, zodat het een heel geïsoleerd pakket is. Dit is dus een uitbouw in de tuin als het ware. Heel klein, klein raampje naar buiten. Maar het gaat allemaal precies pas. Nou zit hier ook in het midden van de ruimte zit hier nog een luik. Kan je nou bij die zolder? Want vroeger kon dat niet, hè? Nee, vroeger was het een loze ruimte. Je kon alleen maar de plafond hangen, zoals dat heet. Het waren hele dunne balken zien. En je kon er niet op lopen. Nu is dat iets verzwaard. Je hebt er dus een kleine bergruimte. Maar wat belangrijk is, daar staat de cv-ketel. En de box voor de mechanische ventilatie. Hier zie je de radiatoren zitten. En de cv-ketel zorgt dus ook voor het warm water van de douche en van de keuken. Dit zijn de hoogbouwwoningen. Een begane grond en een verdieping in de kap. In de begane grond is de woonkamer, de keuken en de badkamer. En boven zijn twee slaapkamers, of als de bewoner dat zelf zo gemaakt heeft, één grote slaapkamer. Dus de invulling van de woning is eigenlijk aan de bewoner zelf overgelaten. Ze staan dus nu al meer dan 80 jaar en de bewoners zijn eigenlijk heel super tevreden. Ja, ze zijn tevreden, ja. Het is ook altijd een complex geweest waar de bewoners met genoegen gewoond hebben. En daarom hebben ze ook gevochten
dat kan je letterlijk zeggen, voor het behoud van de dorpen. Want inderdaad was er sprake van dat ze afgebroken zouden worden. En dat is dus niet gebeurd door de volhardenheid van de bewoners, zou ik maar zeggen. En hoe komt dat nou, dat die tevredenheid zo groot is? Komt dat omdat het een rustig tuindorpje is? Ik denk dat het zeker meespeelt. Het is een echt dorp, want een wijk is eigenlijk al verkeerd gezegd. En dat het toch door de gelijkmatigheid ook waar het mee gebouwd heeft en door in feite de eenvormigheid met een hele mooie stedenbouwkundige opzet, dat absoluut invloed heeft op de bewoners. Je woont daar dus echt rustig en zeker mate beschermd. Het zijn echt beschermde dorpen. In 1950 begon de bouw van tuindorp Frankendaal. De woningen waren eenvormig gebouwd met behulp van een industrieel bouwsysteem. Frankendaal was het eerste experiment met zogenaamde duplexwoningen, gebouwd in de structuur van haken en hoven. Er waren afbraakplannen, maar die zijn gedeeltelijk van de baan. Dit is tuindorp Frankendaal, bijgenaamd Jeruzalem. Dit zijn eigenlijk ook een soort, zou je kunnen zeggen, noodwoningen. Zo is het wel opgebouwd destijds, ja. Het typische van deze woningen zijn dat ze oorspronkelijk bedoeld zijn om als eensgezinswoning te functioneren. Maar omdat er toch een grote woningnood was, hebben ze gezegd van nou, weet je wat, we doen de begane grond is één woning en de eerste verdieping is een woning. Eigen opgang. En na een aantal jaren, als de woningnood wat beter, wat opgelost is, dan voegen we dat samen en dan is het één mooie eensgezinswoning. En dat is het begrip duplex? Dat is het begrip duplex, ja. Maar is dat nou gebeurd? Zijn die woningen ooit samengevoegd? Er zijn een paar woningen samengevoegd, maar naar verhouding is het merendeel nog steeds zoals het oorspronkelijk gebouwd is. Dus nog steeds met kleine woningen boven en een kleine woning beneden. Stel nou, de wethouder die roept, ik wil een noodwoning gaan bouwen. Kan dat dan eigenlijk wel? Het kan wel, maar er zitten wel wat beperkingen aan. Je kan dan voor een periode van 5 jaar kan je een tijdelijke bouwvergunning verlenen. Dat kan, maar dan moet je wel bijvoorbeeld op een situatie zijn waar je dus het bestemmingsplan het niet toelaat. Als dat het is, dan kan je dus op zichzelf vrij makkelijk een tijdelijke bouwvergunning verlenen voor maximaal 5 jaar. Maar er moet daarbij wel de zekerheid zijn dat na die 5 jaar die woningen worden verwijderd. Er zou eigenlijk een noodwet moeten bestaan om echt min of meer permanentere soort noodwoningen te bouwen? Ja, dat is de enige mogelijkheid. Binnen het huidige systeem past dat niet. De wetgever heeft gewoon behoorlijk wat eisen gesteld aan woningbouw en daar moet je gewoon aan toetsen als bouwwoontoezicht. En als er lang dat niet aan voldaan wordt, kan er geen bouwvergunning worden verleend. Dus dan is er een echte noodwet nodig? Ja. En die is er? Niet op dit moment, nee. Nou zijn er voor asielzoekers, maar ook voor studenten, precies dezelfde woningen zijn dat, zijn er van die semi-permanente woningen. Ja. Moeten die nou aan dezelfde eisen voldoen als normale huizen? Omdat ze ook daarbij eigenlijk de vergunning verleend is, een tijdelijke bouwvergunning verleend is, moet voldaan worden wel aan dat wat in het bouwbesluit staat. Maar je hebt een aantal mogelijkheden om vrijstellingen te verlenen. En daar is ook in dat geval gebruik van gemaakt. Die dingen die mogen maar 5 jaar staan? Maximaal 5 jaar, ja. Maar bouwvisies kunnen ze wel langer staan? Ja. Is dat niet zonde? Ja, ik... misschien wel. aan de andere kant, ja, ik kan natuurlijk ook niet om de vergunningen heen. Dat is iets wat toch een andere inhoud heeft. Maar er is een hele hoop woningnood, studenten, starters kunnen niet beginnen. Is toch een beetje absurd om na 5 jaar de boel in puin te slaan. Nou, des te meer een reden om een noodwet te krijgen natuurlijk.
Nou staan er achter u semi-permanente woningen voor buitenlandse studenten. Wat is dat nou voor type? Nou, het zijn eigenlijk woningen die identiek zijn aan wat asielzoekerswoningen zijn, zoals ze in Osdorp staan. En die hebben we hier neergezet met de gedachte dat in ieder geval mensen daar 5 jaar kunnen wonen. Die hebben we beperkt ingericht, zodat mensen die hier een half jaar of een jaar bij ons een programma volgen, hier op een prettige manier kunnen wonen. Hoe snel worden die dingen dan neergezet? Nou, de voorbereidingstijd is eigenlijk de langste tijd. Maar op het moment dat hier mensen met echt materialen gaan sjouwen, staan ze binnen een week of 10 kant-en-klaar en ingericht klaar. En ze staan net zoals in Vogeldorp, staan ze op een betonplaat? Ze staan op een betonnen plaat, ja. Het is niet geheid. Zijn die woningen nou eigenlijk langer houdbaar dan die 5 jaar dat het mag staan? Nou, ze staan er nu 2,5 jaar en ik geloof dat jullie gekeken hebben hoe het er allemaal uitziet. Ik vind dat het er allemaal heel erg mooi uitziet. Dus ik heb het gevoel, als het allemaal mogelijk zou zijn, dat je het veel langer zou kunnen laten staan. Maar ja, dat ligt ook natuurlijk een beetje aan het gebruik. En dat ligt en het aan de wet, hè? Het ligt aan de wet, maar daar weet ik niet zoveel van af. Maar het ligt heel veel aan het onderhoud en het gebruik. Ik denk dat het erg belangrijk is dat, dat het gebruik goed is en dat je het bijhoudt. Nou zijn die studentenkamers 21 vierkante meter, maar ze zijn eigenlijk toch nog wel relatief duur. Hoe komt dat? Ze zijn duur omdat ze voor korte tijd in de regel bewoond worden. Het is een zogenaamde short stay facility, oftewel voor mensen die hier kort verblijven. Dat betekent dat je een basisinrichting moet doen, die moet afgeschreven worden, dat maakt het duur. Je moet extra onderhoud plegen. Je hebt vaker te maken met mutaties en elke keer als er administratief wat moet gebeuren, kost dat extra geld. Er komen mensen die vaak van ver komen en die misschien ook de Nederlandse mores niet helemaal kennen. Kortom, er zit een hele hoop extra omheen die anders is dan wanneer je gewoon iemand zou hebben die daar 3 jaar zou zitten. Want dan zou je gewoon een lege kamer opleveren en dat is het dan. Dus als je ze gewoon zou kunnen bouwen, gesteld dat je ze zo voor wie dan ook zou kunnen bouwen, dan wordt de prijs veel lager. Absoluut, absoluut. Ik denk dat hier de helft van de huurprijs wel in allemaal extra kosten zitten. Kijk, mensen betalen een huurprijs van even over de 300 euro. Maar er zitten dus ook al die extra kosten in. En als je dat allemaal uit zou halen en een kale huur zou hebben en een goedkope grondprijs zou hebben, dan denk ik dat je voor bijvoorbeeld studenten en ook wat minder goed verdienende jongeren een aanvaardbare woning zou kunnen bieden. Maar bent u nou nog van plan om meer van dit spul neer te zetten? Ik weet niet precies of dat op hoog universitair niveau echt een plan is. Ik denk het eerlijk gezegd niet. Maar als er mogelijkheden zijn om dit neer te zetten, dan zal dat zeker omarmd worden. En zal de universiteit ook daar zeker heel erg achter staan. Ja, want er zijn enorm veel studenten die helemaal niks kunnen vinden. Er zijn heel veel studenten die niets kunnen vinden en die op en neer pendelen. Dus als er dan plotseling mensen bedenken om een overjaarkaart af te schaffen, zou dat een absolute ramp zijn. Want dan betekent dat de urgentie om iets in de buurt van je school, van je universiteit te vinden, natuurlijk gigantisch veel hoger wordt dan nu. Dus de opmerking van ik ga maar eens noodwoningen bouwen, volgens wethouder Stalig, is misschien niet helemaal onterecht? Als hij mooie plekken, veilige plekken kan vinden, nou, dan steken we de vlag uit.